Ik weet zeker, als de slag om de Schelde bij Den Haag of bij Rotterdam had plaatsgevonden, stond het in de geschiedenisboekjes. Een van de redenen waarom misschien die slag om de Schelde zo vergeten is, omdat er zoveel fouten zijn gemaakt. Daar kijk je natuurlijk dan ook niet met heel veel voldoening op terug. En het is een hele zware slag geweest. Hè? Er zijn mensen die hebben meegevochten, soldaten meegevochten in Normandië. En bij de slag om de Schelde. En die zeiden, de slag om de Schelde was erger. Kijk, als je natuurlijk een glorieuze overwinning boekt, zonder fouten, dan kijk je natuurlijk ook anders terug op zo'n slag dan de slag om de Schelde. Het is een verliesrijke strijd en daar loop je niet mee te koop. Mensen weten wel van moeilijkheden tussen geallieerden, maar niet dat het zo erg is. En als je dan die historische bronnen leest die men waren zijn, dan schrik je wel even en dan denk je, ze hebben nu überhaupt toch wel gewonnen. Zo'n slechte samenwerking heeft dan toch nog tot overwinning geleid, maar het had misschien korter gekund. Daar word je wel stil van, hè? Zo'n plek. Het geeft heel duidelijk aan welke offers deze Canadezen hebben gebracht voor de bevrijding van Nederland. Er liggen hier meer dan 1100 Canadese militairen begraven, waarvan een groot gedeelte zijn omgekomen in de Slag om de Schelde. Familieleden kregen de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap achter te laten op de steen. Dat kun je bijvoorbeeld hier zien. Hè? Dus echt een persoonlijk sleep on darling. Rust zacht, hè? Slaap mijn geliefde. Ik wist al wat van de Slag om de Schelde. En ik ben pas geleden natuurlijk begonnen met de research voor een korte film over de Slag om de Schelde. Maar als je door het hele land trekt, dan besef je pas hoe immens die operatie was. Omdat het juist in Zeeland heeft plaatsgevonden, lijkt me logisch dat je dat ook bij geschiedenis krijgt hier in Zeeland. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik dat niet heb gehad en ook eigenlijk niks over wist. De Tweede Wereldoorlog hoor je natuurlijk van alles over, maar het komt zo dichtbij. En dat er van die buitenlandse strijdkrachten hebben gevochten voor onze vrijheid, dat vind ik wel heel bijzonder. Die hele slag om de Schelde had eigenlijk maar om één ding te doen en dat is de haven van Antwerpen. Je kunt eigenlijk stellen dat Antwerpen in de hele wereldgeschiedenis een enorm belangrijke havenstad is geweest. Dat is nu nog steeds zo, maar dat was eigenlijk al vanaf de middeleeuwen en natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog. De Britten hadden al 4 jaar gevochten, maar ze zaten in een moeilijke positie. Churchill had de voorbije jaren constant aan president Roosevelt gevraagd om manschappen en middelen om verder te kunnen vechten. En toen Amerika dan toch in de oorlog kwam na de Japanse aanval op Pearl Harbor, was Churchill blij. Hij had een bondgenoot. Maar de Britten hadden niets meer. Als de Britten wouden blijven vechten, zou het met Amerikaanse supplies zijn. I have been asked to be the spokesman for this Allied Expeditionary Force. Teamwork wins wars. I mean teamwork among nations, services and men. 6 juni 1944. De slag om Europa is begonnen. Honderdduizenden geallieerde soldaten stroomden vanuit Engeland naar het vasteland om den wereldvijand te verpletteren.
Juist na D-Day had men twee legergroepen. Legergroepen hebben onder zich legers. Bij veldmaarschalk Montgomery was dat het Canadese leger en het Britse leger. Die legers moesten volgens de politiek van een breed front gelijktijdig oprukken richting het Duitse Rijk. De Britse veldmaarschalk Montgomery en vele Britten, eigenlijk alle Britten, die waren voorstander van een strategie van een smal front. Dat wil zeggen, juist na de landingen in Normandië, één legergroep, natuurlijk de zijne, versterken met alle Amerikaanse middelen die er te krijgen waren en via één enkele doorsteek naar de Rijn en naar Duitsland. Dat is de Britse visie. Men dacht nog enorm veel in nationale legers. En dat was een probleem, ja. Je moet je voorstellen, hè? Die oorlog die is al 4 jaar aan de gang. En dan landen de geallieerden op 6 juni in Normandië, het beroemde D-Day. Ze moeten heel zwaar vechten in Normandië. Dan zijn ze bijna 2 maanden bezig. Maar dan breken ze door de Duitse verdediging heen. En dan gaat de opmars heel snel. Parijs wordt ingenomen en België binnen een week. En toen vond er bijna een wonder plaats. Op 4 september viel Antwerpen vrijwel zonder slag of stoot in handen van de geallieerden. En die hele haveninstallaties waren intact. En Antwerpen was na Rotterdam de grootste haven in Noordwest-Europa. Dus ze hadden hier, dicht bij het front, een haven te pakken wat ze konden gebruiken om een opmars voor te zetten. Dus deze haven hier was essentieel voor de bevoorrading van de geallieerden eigenlijk? Voor de bevoorrading, voor al die brandstof, die munitie, dat voedsel wat ze nodig hadden. Dat was brood nodig. Het was dat hele leger dat liep op die bevoorrading. Montgomery zat aan de kustlijn eigenlijk van Frankrijk, Caen. Noordelijk deel van Falaise, zo richting België en dan West-Nederland. Dus Zeeland hoorde ook op zijn traject erbij. Nou, als je Antwerpen hebt veroverd, dan ben je er natuurlijk niet. Want die schepen moeten hier allemaal de Westerschelde over. En de Duitsers hadden de monding van de Westerschelde nog in handen. En de geallieerden maken dan een fout. Want in plaats van zich met die monding bezig te houden, gaan ze zich met Arnhem bezighouden. En heel bizar, Hitler had het wel begrepen. Die zat op zijn hoofdkwartier diep in Duitsland en toen hij hoorde dat Antwerpen was gevallen, gaf hij onmiddellijk opdracht dat Walcheren, de noordelijke helft van de monding, en Wessels Vlaanderen in het zuiden tot vestungen moesten worden verklaard. Dat waren plekken die tot het uiterste toe verdedigd moesten worden. Want zolang dat in Duitse handen was, kon de haven van Antwerpen niet gebruikt worden. Das Regiment war Festungsstammabteilung. Und es waren meistens Soldaten, die Erfrierungen hatten in Russland oder schwer verwundet waren in Russland. Und die kamen alle hier in die Bunkers in Holland, hier in Walcheren. Im Fall einer Landung wäre, sollten wir es verteidigen, ja. Die Schelde. Deshalb war das wichtig hier, dass man die Insel verteidigt, damit die Allied Schiffe nicht nach Antwerpen durchkommen konnten. Hitler heeft hele grote fouten gemaakt in de oorlog. En wat dat betreft, hij werd ook wel genoemd een korporaal. Die dacht dat hij eigenlijk een maarschalk was. Maar in dit opzicht heeft hij dat beter gezien. Overigens was Montgomery als bevelhebber, die heeft die fout gemaakt. Er waren anderen die het wel zagen. Ook Churchill heeft bijvoorbeeld geschreven, maak nu die havenmonding, de monding van de Westerschelde, zo snel mogelijk vrij. Montgomery vertikte het. Hij was volkomen gefixeerd op zijn plan om de brug bij Arnhem in handen te krijgen. De troepen die Antwerpen hadden veroverd, heeft hij onmiddellijk terug laten trekken en naar Arnhem getransporteerd, want die had hij allemaal daar nodig. Maar hadden ze alleen maar doorgestoten naar Woensdrecht, dan hadden ze in ieder geval Zeeland afgesneden. Dat heeft zelfs Montgomery verzuimd. Dus hij heeft eigenlijk dit hele frontgebied bijna in de steek gelaten en overgelaten aan de Canadezen. Montgomery keek zo weinig goed naar onze kaart, dat hij dacht dat Antwerpen, dat staat in zijn maart, dat Antwerpen zo'n beetje aan zee lag. Hij dacht, oh, de Canadezen doen Antwerpen en die Westerschelde er wel even bij.
Had Monty cleared the Scheldt immediately, instead of reaching vainly toward Berlin, we might now be hoisting tonnage through that Belgian port. He has wasted a month instead, and now we are to wait for another before the first Antwerp convoy came through. Montgomery stond onder bevel van Eisenhower, maar heeft eigenlijk de gehele Tweede Wereldoorlog zich daar zeer weinig van aangetrokken. Hij heeft meermaals zware discussies met hem gehad, omdat veldmaarschalk Montgomery duidelijk stelde dat hij Eisenhower onbekwaam vond. De discussie ging wie mag nu, als het ware, eerst Duitsland naar binnen? Patton of Montgomery? En daar kwamen de heren niet uit. September 15, 1944. Monty does what he pleases, and Ike says, "Yes, sir." Monty wants all the supplies sent to him and the 1st U.S. Army and me to hold. Ike feels that we think he's selling us out, but he has to, as Monty will not take orders. So we have to. Doorstoten naar het hart van Nazi-Duitsland, wat operatie Magna Carta had, dat als doel, hè, om in één keer in een smal front zo, hop, zo naar Berlijn te gaan. Dat is natuurlijk iets wat met prestige te maken heeft. Dat is iets te maken wat met testosteron te maken heeft. Dan laat je zien dat je het kan. Eisenhower heeft op een bepaald moment gezegd, mijn legeraanvoerders zijn prima donna's. Dus de definitie van dat woord, dat betekent ook al heel veel. Dus de grote moeilijkheid van zijn taak, volgens mij, bestond erin om die personen, die personaliteiten, die prima donna's, te doen overeenkomen. Te doen geloven in die geallieerde gedachten en dat nationale gevoel toch te overstijgen in het belang van de bevrijding van Europa. De slag om de Schelde is eigenlijk een hele ingewikkelde slag. Want die bestond namelijk uit verschillende strijdtonelen. Nou, we hebben al gesproken over de val van Antwerpen. Dit is eigenlijk het eerste belangrijke strijdtoneel van de slag om de Schelde. Dat is namelijk Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dat werd ongeveer al halverwege september 1944 werd dat bevrijd. Hè? De plaatsen Axel en Hulst. Nou, wat ook heel kenmerkend is van die slag om de Schelde, is dat het een hele internationale strijd was. Nou, we hebben het natuurlijk over de Canadezen, de Duitsers, maar er waren natuurlijk ook Britten, Schotten, Nooren, Fransen, Belgen, zelfs wat Nederlanders en ook heel belangrijk Polen. Want deze hele streek hier is bevrijd door de Polen. En ik wil u ook weten dat de Polish. The Polish Armored Division, here now, is going to fight with me. I'm going to take this division with me, and together, you and I, we will kill the Germans. De eerste Poolse tankdivisie, later ook beroemd omdat ze Breda hebben bevrijd, hebben dit stukje van Nederland dus ook bevrijd. En dit monument hier, het Poolse kruis, herinnert het ook aan de slachtoffers die hier zijn gevallen onder de Poolse troepen voor de bevrijding van eigenlijk het eerste belangrijke stukje van Nederland. In hoeverre wisten de Poolse soldaten nou dat ze met de slag om de Schelde bezig waren? Of waren ze gewoon, werden ze gevecht op uitgestuurd en... Nou, dat is ook altijd het punt, hè. De gewone soldaten hadden vaak ook geen overzicht van die hele slag. Het waren natuurlijk de bevelvoering van het eerste Canadese leger, onder wiens bevel dit hele operatie plaatsvond. Die hadden als een soort grote schaakbot alles in de gaten. Maar de Polen hier werden hier naartoe gestuurd om dit gedeelte te bevrijden. En ze waren dus een heel onderdeel, ze waren als het ware pionnen van dat ene grote schaakspel wat het uiteindelijk het doel had. We moeten die Scheldemonding vrijmaken, zodat we naar Antwerpen kunnen varen. En als je dan zegt dat het moeilijk was met voertuigen en zo, is dat dan, moet je je dan voorstellen dat ze echt lopend door drassige gebieden
man tegen man gevechten hadden? Of hoe zag dat eruit? Nou, je ziet hier natuurlijk allerlei boerderijen. Dus ze gingen letterlijk bij wijze van spreken van boerderij naar boerderij. En vandaar dat je ook in dit gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, maar dat is in West-Zeeuws-Vlaanderen nog veel erger, zo ontzettend veel schade ook hebt. Want men had natuurlijk wel geschut. Dus op het moment dat men op tegenstand stuitte, dan werd natuurlijk ook wat geschut ingezet. Het is wel zo dat het ook een strategie van ze was om zo weinig mogelijk eigen mensen te verliezen. En de term collateral damage, dus bijkomende schade, dat betekent in de praktijk gewoon burgerdoden en gewonden en et cetera, en stadjes en huizen. Dat stond toen nog, het was nog niet zo'n bekende term. Prescus is een van de meest dramatische plekken uit de hele Slag om de Schelde. Nou, we zijn hier echt bij de Scheldemonding. Dit is eigenlijk het smalste stukje zo'n beetje van de Scheldemonding. Dit gedeelte dus was uitgeroepen tot Vestung Zuid. En daar aan de overkant, daar zien we Vlissingen, dat was Vestung Balken. Nou, we hadden al gezien dat nadat Antwerpen was veroverd, de geallieerden verzuimden naar het noorden op te rukken. Hadden ze alleen maar Woensdrecht ingenomen, dan was de toegang tot Zeeland afgesloten. Nou, omdat ze dat niet hadden gedaan, gebeurde het volgende. Een compleet Duits leger, het 15e leger, is toen vanuit Noord-Frankrijk van die kant teruggetrokken via Zeeuws-Vlaanderen en uiteindelijk hier in het Terneuzen overgezet over de Westerschelde naar Vlissingen. En uiteindelijk via Vlissingen zijn ze weer ontkomen via Zeeland naar Brabant. In disciplinierte bewegingen is een groot deel onze troepen teruggenomen worden en staat jetzt dem Gegner in einem Widerstand van bisher unbekannter Härte und Erbitterung gegenüber. Nou, je ziet de haven. Alles wat kon varen werd door de Duitsers in beslag genomen. Inclusief de bekende PSD-boot. Hè, waar ze dus, zeg maar de veren tussen de eilanden mee onderhielden. Alles werd ingezet door die Duitsers om zoveel mogelijk troepen over te zetten. Een als pontons errichteter flussübergang wordt onmiddellijk voor een vliegerangriff vernebeld. Nou blijft de grote vraag natuurlijk, wisten de Galliërs niet dat er onder hun neus een heel Duits leger aan het ontsnappen was? Ja, natuurlijk wisten ze dat, want ze hadden de code gekraakt, de Enigma. Dus ze kregen allerlei berichten over Duitsers die aan het ontsnappen waren. Maar omdat ze alle troepen richting Arnhem hadden gestuurd, besloten ze toen tot iets anders. De Galliërs besloten op 11 september, 9-11, Prescus en de haven van Prescus te bombarderen in een ultieme poging dat ontsnappen van het 15e leger tegen te houden. Nou, dat betekende dat het hele dorp Prescus is platgegooid en er bijna 200 burgers de dood vonden. Maar de ontsnapping van het 15e leger werd daardoor niet voorkomen. Dat kon dus hier de Westerschelde oversteken en vervolgens veilig naar Brabant verder gaan. Maar waarom schoten ze dan op het dorp? Want dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest? Nou, je moet goed het verschil zien van nu in de moderne oorlogvoering en toen. Precisiewapens bestonden niet, dus precisiebombardementen waren eigenlijk ook niet mogelijk. Dus op het moment dat je de haven bombardeert, vallen er zoveel bommen ook omheen dat dus ook het dorp wordt getroffen. Op een gegeven moment dan zie je en dan hoor je dat er van die kant, van het oosten, het soort oosten kwamen er vliegtuigen. En op een gegeven moment zijn we allemaal naar binnen moeten vluchten, want daar kwam wat uit. Maar wat kwam eruit? Als je nooit geen bombardement meegemaakt hebt, dan weet je niet wat er gebeurt. Dus toen op een gegeven moment, we waren net binnen en dan viel die bom. Dat ding gaat over is en dan ben je opnieuw. Want ze hebben op die dag hebben ze 93 ton bom gegooid. Mijn vader was gewond, ik was een broer, was van de luchtdruk dood. Een ander, mijn zusje was dood. Een geweldige ding dat we mensen invreten. Dan doen we daar eigenlijk nacht nog van wakker. Nergens tijdens de hele Slag om de Schelde zijn er zoveel burgers hebben de dood gevonden als hier op 9-11 1944 in Prescus. We staan hier aan het Leopoldkanaal, net over de Belgische grens. We zijn nu in België. Hier aan de overkant zien we de kerktoren van Ede en hier achter die bomenrij bevindt zich Maldegem. Nou, op deze plek begon
op 6 oktober eigenlijk de eerste grote Canadese aanval op Vestung Zuid. En die hele operatie om Vestung Zuid te veroveren werd ook operatie Switchback genoemd. Je ziet dat dit een heel goed te verdedigende plek is. Dus het was enorm zwaar vechten voor de Canadezen om over dat kanaal te komen. Nou, in de poging daartoe zetten ze ook wel een heel zwaar wapen in. Een nieuw wapen, en dat was de zogenaamde de WASP, staat voor WASP. Dat was een soort voertuig met een mobiele vlammenwerper. Het verrassingsaspect speelde ze ook echt parten, toch? Nou ja, in de oorlogvoering is inderdaad het verrassingsaspect heel belangrijk. De Duitsers wisten niet dat de geallieerden dergelijke mobiele en verrijkende vlammenwerpers hadden. De Duitsers hebben zich naar de hand ook beklaagd dat ze dat wel een buitengewoon onbeschaafd wapen vonden. Dat is bizar. Ze staken de Duitsers echt in brand. Dus er zat geen grijntje menselijkheid meer in eigenlijk? Ja, oorlog en menselijkheid, ja. Aan de andere kant moet je natuurlijk niet vergeten dat het geen enkele discussie was van wie de goede waren en wie de slechte. Nou, uiteindelijk hebben ze hier niet echt een doorbraak kunnen forceren. Ze zijn het vanuit het oosten gaan doen. En die hele operatie Switchback, dus het bevrijden van Vestung Zuid, heeft bijna een maand geduurd. Op 17 en 18 september 1944 landden 10.900 militairen van de Britse Airborne Divisie bij Arnhem in een poging om de brug over de Rijn in die stad in handen te krijgen. Deze slag om Arnhem werd een van de dramatische dieptepunten van de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat Montgomery, laat ik het zo zeggen, Eisenhower wilde zo graag dat de verhouding, dat is mijn inschatting, hè, zo graag dat de verhouding met vooral de Britten erg goed bleef, dat hij, denk ik, Montgomery meer heeft toegegeven dan hij eigenlijk zelf vond of via de adviezen van zijn generaals hij eigenlijk had moeten doen. To Bernard Law Montgomery, top secret. I have read your letter on the subject of command. The questions you raise are serious ones. However, they do not constitute the real issue now at hand. That issue is Antwerp. Mark Garden was bedoeld om de Rijn over te komen om via een flankbeweging het Ruhrgebied vanuit de achterkant aan te vallen. Dat is even in twee zinnen operatie Market Garden. Montgomery zegt na de oorlog, ik nam een bewust risico. Ik had als het ware maar één munt om ergens weg te leggen in mijn broekzak. En ik ga toch voor een poging de oorlog voor de kerst te beëindigen. En daar sta ik wel achter. Je moet namelijk initiatief nemen. Afwachten, ja, dan win je nooit iets. Maar wat er vervolgens gebeurt, dan gaat bijna alles mis met operatie Market Garden. Montgomery bemoeit zich niet met de planning. En zeker ook in die week van voorbereiding tot Market Garden, of die ruime week, gebruiken de Duitsers ook om sterker te worden, verdedigingslinies aan te leggen en wat meer zij, en troepen aan te voeren. Dus daarom, het is niet zozeer een brug te ver, maar een week te laat. Het is een calculated risk, Market Garden, die verkeerd uitpakt, maar voor de vrijmaking van de Schelde zorgt voor een grote vertraging. Vanaf begin oktober probeerden de Canadezen Vestung Zuid, West-Zeeuws-Vlaanderen, in te nemen. Maar ze stuitten eigenlijk op een enorme barrière op het Leopoldse kanaal. En ze hadden heel veel moeite daar overheen te komen. En toen bedachten ze iets heel erg slims. Terneuzen was inmiddels bevrijd, een stukje die kant op. En men besloot toen met speciale amfibische voertuigen de Westerschelde op te varen. En dan over de Braakman heen in de rug van de Duitsers te landen. En het voertuig wat ze daarvoor gebruikten is de beroemde Buffalo. Het is een voertuig op rupsbanden, heel groot. Er konden echt wel een kleine 30 man konden in. Er kon ook een jeep of een kanon in worden vervoerd. Maar behalve dus dat hij over de straat kon rijden op de rupsbanden, kon hij dus ook varen. En de vuurdoop van de Buffalo was hier in de Slag om de Schelde. Een kleine 100 van die Buffalo's zijn uiteindelijk gebruikt om Canadese troepen vanuit Terneuzen
over de Braakbaan hier op dit punt te landen. Dus hier zijn ze uiteindelijk aan land gegaan. En vanuit het oosten zijn ze toen dat Festung Zuid gaan opbrullen. Uiteindelijk heeft het ze nog meer dan 3 weken gekost om vanuit hier uiteindelijk de laatste Duitse troepen te verdrijven uit Festung Zuid. Want die zaten hierachter, die Duitsers? Die zaten hierachter. Die hadden zich helemaal verschanst in dit gebied. Het was ook een van de beste Duitse eenheden die ze hadden, de 64e divisie. En die was speciaal achtergelaten hier om te zorgen dat die Westerschelde-monding zo lang mogelijk in Duitse handen zou blijven. Kijk, iedereen kijkt altijd naar Walcheren, daar is heel veel aandacht voor, maar de meeste slachtoffers, de meeste burgerslachtoffers, de grootste verwoestingen ook, zijn ook aangericht hier in West-Zeeuws-Vlaanderen. De belangrijkste obstakel voor de vrije toegang over zee naar Antwerpen waren de kustbatterijen hier op Walcheren. Een batterij bestond vaak uit 3 of 4 stukken geschut. En kustbatterij betekende dat het geschut gericht was naar de zee. Dus het stond op de kust en de bedoeling van zo'n kustbatterij was dus om schepen te gaan beschieten die een poging zouden doen hier door de monding van de Westerschelde te varen. Daarom verzon generaal Simmons, dat was de bevelhebber van het 1e Canadese leger, wel een heel rigoureus plan. Hij besloot om de dijken te gaan bombarderen in Walcheren en het eiland onder water te zetten. Dus op 2 oktober werden er pamfletten over Walcheren uitgeworpen, waarin de bevolking werd gewaarschuwd dat er zware bombardementen zouden plaatsvinden op de Duitse installaties en dat er een gevaar zou zijn voor een overstroming. En de bevolking werd gewaarschuwd: zoek, verlaat de eilanden of anders zoek een veilig heenkomen. Maar uiteraard wisten de meeste mensen op Walcheren niet waar ze heen konden. Nee. En de eiland verlaten was helemaal niet mogelijk. The briefing officer got him on the platform and he said to us, Field Marshal Montgomery and the Second Army are held up at Antwerp because they cannot get any supplies through and they're hoping to cross the Rhine very quickly. He said, now your plan today is to bomb the dike at Westkapelle and breach the dike so that afterwards the army and marines can come in through the gap and they hope annihilate the German batteries which are causing all the trouble. Een dag later verschenen toen hier boven Westkapelle Lancaster bommenwerpers. En die wierpen een tapijt bommen af hier op de dijk. En hier werd toen de dijk doorgebroken. Maar het was zo dicht bij Westkapelle dat er zo ongeveer 150 Westkapellenaren ook zijn omgekomen. En het waren een groot aantal van die bommenwerpers om dat gat in die dijk te maken. Alles bleek één gat in de dijk niet voldoende. En later is vervolgens nog bij de Nonnen, bij Rammekus en bij Veren nog op 3 plaatsen gaten in de Walcherse dijken gegooid om Walcheren onder water te zetten. Het water kwam binnen. Dat kwam de eerste trede, de tweede trede, de derde trede, de vierde trede. En toen kwam er iemand door de straat en die riep met een bel: mensen, blijf zitten waar je zit. De vloed is voorbij. Het water stijgt niet meer. Na een paar uur was het bombardement over. 1 groot bommengat. Alles was weg. We hadden niets meer dan de kleren die we aan hadden.
Een van de meest dramatische verhalen is ook wel de Molen de Roos. Hè? Ja, dat is echt vreselijk gebeurd. West-Kapellenaren hadden toevlucht gezocht op deze molen. Maar vervolgens werd de uitgang geblokkeerd. Dus al die mensen in die molen, er waren volgens mij wel meer dan 40, zijn uiteindelijk verdronken door het stijgen van het water. 3 overlevenden, toch? Ja, er is inderdaad een baby en 2 mensen. Vader en Jo Teunen. Die wisten uiteindelijk nog te ontkomen, ja. Nee, dat is een dramatisch verhaal geweest. I felt that we had done what we set out to do. We were successful because I saw the water going in, which was what we had to do. The target was to free the island and help the liberation of Holland, and we should have had to do it. We never felt we were killing people. Maar wat was de ironie? Die Duitse kustbatterijen lagen dus in de duinen, hoog en droog. En hoewel uiteindelijk dus 80% van Walcheren onder water kwam te staan, waren die kustbatterijen dus nog steeds droog. En die kustbatterijen die waren ook erop ingesteld dat ze zelfstandig lange tijd konden standhouden. Ze hadden voldoende voorraden, voldoende munitie. Dus uiteindelijk is met het onder water zetten van die van Walcheren zijn die kustbatterij dus niet uitgeschakeld. Is het nou een omstreden plan? Het onder water zetten van Walcheren? Het is in zover ook heel merkwaardig, omdat water wordt in de oorlogvoering vaak gebruikt. Maar juist door de verdediger. Dit is een van de weinige voorbeelden uit de militaire geschiedenis dat een aanvaller water heeft gebruikt om dus een gebied onder water te zetten, om het daarbij de verdediger moeilijker te maken. Moet je voorstellen, je bent 5 jaar, of in Zeeland is dat 4,5 jaar, ben je gebukt onder het juk van een bezetter. Dan komt er een bevrijder, die gaat jou bevrijden, gaat je onder het juk weghalen. En wat doen die bevrijders? Die maken alles kapot. Die zorgen dat een kind van jou dood is, of dat je verdrinkt in die molen daar van Teunen in West-Kapelle. Die zorgt dat je oma er niet meer is. Die zorgt dat je been eraf is. Die zorgt dat je geen huis meer hebt, waardoor je die winter daarna notabene in een bunker moet gaan slapen. Dus dat geeft hele verwarrende gevoelens. Maar je wilt, hoe kun je nou boos en verontwaardigd zijn op je bevrijder? Er is nooit veel over gesproken. Nooit. Traumahulp had je niet natuurlijk. Het was voor ieder hetzelfde. Er waren veel slachtoffers. Wij hadden er dan 4. Maar ik geloof dat een familie, een zekere familie, er waren er 17. Mensen die dat niet meegemaakt hebben, die weten dat niet. Ik bedoel, als ik, die weten niet wat iemand in zijn leven meedraagt. De Zeeuwen zijn een bescheiden volk. De Zeeuwen zeggen, kijk eens wat hier gebeurd is. Hier hebben wij een grote slag, de grootste veldslag op ons grondgebied. Dat zullen de Zeeuwen, zeker die naoorlogs, direct na de orde, dat zijn niet de mensen die dat zeggen. Verder zijn het mensen, en dat is misschien nu minder aan het worden, maar dat was toen, om op z'n Zeeuws te zeggen, niet klagen, maar dragen. Maar niet over praten, slikken en doorgaan. En ze moesten ook wel doorgaan. Ze hadden doden te betreuren. Alles was kapot gemaakt. En dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, na verloop van tijd, na 5 à 10 jaar misschien. Maar toen kwam de watersnoodramp in 1953. Weer 1800 doden. Weer verdronken polderlandschap in het zoute water. Dus dat was een nieuwe trauma erbovenop. Een soort herhaling zou je bijna kunnen zeggen, maar dan niet door de oorlog, maar door de natuur. Dus ik denk dat er massaal die dingen, wat ze hebben meegemaakt, verdrongen is. Montgomery had hoped to lay a carpet of airborne troops for the advancing armies. The enemy was too strong. The bridgehead was cut to pieces. With it went hope for victory in 44. Eind september is dan duidelijk dat operatie Market Garden mislukt is.
Men slaagt er dus niet in om de brug over de Rijn in handen te krijgen. En dan pas, een maand nadat Antwerpen is veroverd, begint dan begin oktober de opmars vanuit Antwerpen, vanuit die kant, vanuit het zuiden, naar het noorden. En de Canadezen hebben dan één doel voor ogen, en dat is namelijk de toegang tot Zeeland af te sluiten. Maar de Duitsers zien dat natuurlijk aankomen en hebben een maand de tijd gehad om een verdediging in stelling te brengen. En je ziet ook als je om je heen kijkt, de verhoging hier, dit is het zogenaamde Brabantse Wal. Dus de Duitsers hadden echt een enorm terreinvoordeel. En omdat voor hun ook de toegang tot Zeeland zo belangrijk was, hebben ze ook zeer sterke troepen ingezet. Waaronder een parachutistenregiment en jonge fanatieke soldaten onder bevel van de bekende Baron van Haiten. Nou, die Canadezen komen vanuit het zuiden en die moeten een zware strijd leveren om uiteindelijk die Brabantse Wal in handen te krijgen. En heel berucht zijn dan de gevechten rond Ossendrecht en Woensdrecht. Bijvoorbeeld op vrijdag de 13e, 13 oktober, staat altijd nog bekend in de Canadese militaire geschiedenis als Black Friday. Op die dag verloor het Black Watch Regiment bijna 150 man. Dat is ongeveer een kwart van de sterkte. Dus dat geeft aan hoe zwaar die strijd hier gevoerd is. Ik heb één Duitse parachutist gesproken die 13 oktober die Black Watch zag aankomen. Ze wisten niet dat ze zagen. In een ganse pas, achter elkaar, nou, het was net kleiduiven schieten, zei die Duitsers. Ik gaf één keer een vuurstoot met mijn machinegeweer en ik zag drie Canadezen achterover vallen. Natuurlijk hartstikke dood. Op een open stukje dijk richting die spoorlijn, ja, dat was een bloedbad. Het is, ja, als je er nu naar kijkt, denk je van ja, het is de Eerste Wereldoorlog, dit is geen oorlogsvoer. Maar geeft aan hoe groot de druk was op de Canadese 2e Infanteriedivisie dat ze resultaat gingen boeken. Er zijn soldaten meegevochten in Normandië en bij de Slag om de Schelde. En die zeiden, de Slag om de Schelde was erger. Het was zo uitzichtloos. Het was ook maanden, hè? Het was 85 dagen. Maanden in de modder vastzitten. Maandenlang dat zoute zeewater waar je doorheen moet waren. Dat is gewoon voor die soldaten ook heel erg geweest. Toen eindelijk de Canadezen de toegang tot Zeeland hadden veiliggesteld, zijn ze vanaf daar, vanaf Rielandbad, zijn ze dus de aanval op Zuid-Beveland begonnen. Maar de Duitsers hadden het gebied in Zuid-Beveland inmiddels in staat van verdediging gebracht. Heel veel gebied was onder water gezet en op de hoge dijkjes hadden ze dus geschut geplaatst, er waren troepenstellingen en het was wel zeer lastig voor die Canadezen erdoor te komen. Inmiddels was het weer ook een stuk verslechterd, dus het was een en al regen, slecht weer en de aanval verliep dus eigenlijk heel moeizaam. Maar toen besloot men weer tot hetzelfde eigenlijk te doen wat ze hier aan de overkant hebben gedaan bij de Braakman. Meanwhile, on the south bank of the Scheldt, other elements of the 1st Canadian Army prepare for an amphibious attack on the Bevelin Peninsula and its German stronghold on the north bank of the estuary. Vanuit Terneuzen, want daar zie je Terneuzen, zijn ze toen met meer dan 130 buffalo's hier de Westerschelde overgestoken en op deze plek geland. En niet alleen met buffalo's, maar ze hadden zelfs een aantal tanks, zogenaamde amfibische tanks, die hier ook aan wal gekomen zijn. Het probleem met de tanks was overigens dat de dijken zo hoog waren dat ze moeite hadden om de dijk op te rijden. En de troepen die ze aanvoerden waren Schotten. Waar hebben ze die Schotten dan ineens vandaan geplukt? Want die moeten toch ergens vandaan komen? Die kwamen uit Engeland, die waren daar getraind. Maar dat waren dus verse troepen die hier als versterking waren gestuurd naar het Canadese leger. Maar als nou heel het water vol ligt met buffalo's, hoeveel zei je? Er waren volgens mij 137 buffalo's en nog wat kleine amfibische voertuigen en ook 18 tanks. Die zie je toch? Of was het dan s'nachts? Of... Het was inderdaad s'nachts, het was heel vroeg in de ochtend. Maar die Duitse verdediging was volledig gefixeerd op het kanaal de Zuid-Beveland. Want ze verwachten de Canadezen vanuit het oosten en niet vanuit het zuiden. En dat is heel kenmerkend voor die hele Slag om de Schelde. Die gradieerde dan natuurlijk enorm voordeel van de mobiliteit.
Ze hadden veel voertuigen en zelfs amfibische voertuigen. Nou, de Duitsers hadden dat nog nooit gezien. En daarmee konden ze dus het water gebruiken om hun troepen te verplaatsen. En dus ook die Duitse verdediging in de rug of in de flank aan te vallen. Maar het vergt natuurlijk best wel moed. Hè? Jij bent Schotse soldaat, getraind voor in de bergen. En dan word je in de buffalo gezet. En of je eventjes de Duitse schelde over wil steken. Waar rijden we nu naartoe? We rijden nog in Zuid-Beveland, we gaan nu richting Walcheren. En in 1944 werd Walcheren verbonden met Zuid-Beveland door een hele smalle dam van 40 meter breed en ruim een kilometer lang. En op de hele dam was geen enkele vorm van beschutting. Dus het was een ideale plek voor de Duitsers om te verdedigen. Pas het derde bataljon, wat dan op 1 november in de nacht de aanval inzet, die slaagt er uiteindelijk in om de dam over te komen en een bruggenhoofd te vormen. Maar de Canadezen waren totaal uitgeput. Ze zijn toen afgelost door de Schotten. Maar de commandant van die divisie die zei, ik ga mijn soldaten niet over die dam heen sturen. Dit is onbegonnen werk. Uiteindelijk stuurt hij alleen een kleine eenheid over de dam om de Canadezen af te lossen. Maar hij besluit dan, en dat zie je ook op de kaart hier, ten zuiden van de Snoedam een aanval te doen. De doorgang door de schorren en de slikken was de Schotse troepen gewezen door Zeeuwse verzetstrijders. Want die kenden natuurlijk het gebied niet. Het waren de Zeeuwen die het gebied op een duimpje kenden. Ze moesten een stuk over water, maar ze moesten ook een stuk enorm door modder baden. Maar het was voor de Duitsers een volkomen verrassing, want die waren gefixeerd op de Snoedam. Die zaten hier in Stellingen en niet het gebied ten zuiden daarvan. De strijd om Walcheren is als het ware een soort apotheose van de Slag om de Schelde. En om de Duitsers van Walcheren te verdrijven en de kustbatterijen in te nemen, is Walcheren aan drie kanten aangevallen. Vanaf de Snoedam, hier bij Vlissingen en uiteindelijk ook bij Westkapelle. Nou, hoe is die landing bij Vlissingen verlopen? Op 1 november in de vroege ochtend staken Britse commando's, marine commando's, hierover vanuit Breskes. Dat was een korte overtocht en ze deden dat onder dekking van de nacht. En dat was buitengewoon verstandig, want de Duitsers hadden echt niets in de gaten. Het duurde enkele uren voordat de Duitsers beseften dat hier een grote landing gaande was. En vanuit hier stoten ze dan verder op, richting het Bellamy Park, richting de werf van de Schelde en uiteindelijk ook richting de boulevard. Want op de boulevard van Vlissingen bevond zich het hoofdkwartier. Nou, en er waren nog enorm zware straatgevechten, waarbij overigens ook de Vlissingse verzetstrijders meededen. Duitsers hadden zich verschanst in bunkers, maar er waren bijvoorbeeld ook sluipschutters die in de kranen van de Schelde zaten. Dus er is zwaar gevochten, maar na 2-3 dagen was heel Vlissingen bevrijd. Maar de schade is enorm geweest. Vlissingen is een van de meest beschadigde steden geweest uit Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En waarom hebben ze het hier Uncle Beach genoemd? Dat was een soort codenaam die de geallieerden dan gebruiken om aan te geven om welk strand het ging. En het heet altijd nog Uncle Beach vandaag, hè, ook de ere van het feit dat de Britten hier aan land zijn gegaan. For Field Marshal Montgomery's eyes only, I must emphasize that of all of our operations on our entire front from Switzerland to the Channel, I consider Antwerp of first importance, and I believe that the operations designed to clear up the entrance require your personal attention. Wat je ziet rond de Slag om de Schelde, is dat Eisenhower roept een boel en vindt het heel belangrijk, maar voegt niet de daad bij het woord. Misschien had hij Montgomery moeten beteugelen en zeggen van nee, dat gaan wij niet doen. We richten al onze kansen om de Schelde. Dan had het ook duidelijk geweest. Maar je kan niet pappen en nat houden. Eisenhower was te veel politicus om militair veldcommandant te zijn. De geallieerden vochten niet alleen tegen de Duitse vijand, maar ze vochten ook tegen zichzelf, onder elkaar. Het was een interne oorlog zonder wapens, zonder munitie, maar met discussie, met woorden, met overtuigingen die botsten. Montgomery was geen prettig mens.
Maar het was wel een fantastische stratege en een uitstekend generaal. En had natuurlijk veel meer ervaring in het aansturen van grote eenheden dan Eisenhower. Ik denk nog steeds dat Eisenhower heel veel ballen tegelijkertijd de lucht in moest houden. En was een jongleer. Dus het is ook onduidelijk, niet helemaal helder, wat precies zijn motieven zijn geweest. De eerste operatie Mare Carla. Maar ik denk toch vooral dat het is dat hij de verhouding met de Britten goed wilde houden. En dat hij ook de verhouding met Churchill goed wilde houden. En dat kreeg hij ook weer te horen van zijn eigen president. Want die had ook weer contact met elkaar natuurlijk. Dus het was een heel politiek, diplomatiek gebeuren. En dan is het misschien puur krijgskundig gezien niet strategisch dat er gebeurde. Maar als je in een helikopterview ernaar kijkt, was het misschien toch nodig. Want op dat moment, dat is het dus ook gebeurd. Omdat Montgomery dus verkeerde keuze, de verkeerde prioritering en hij dus afgeserveerd werd. Toen kon Eisenhower gewoon doen wat hij wilde. Toen hoefde hij geen rekening met Montgomery meer te houden. Dear Eike, you'll hear no more of the subject of command from me. I've given you my views and you've given your answer. I've given Antwerp top priority in all operations in 21 Army Group. All energies and efforts will be devoted towards opening that place. Your very devoted and loyal subordinate, Monty. Hier bij Westkapelle vond de derde aanvalwalgen plaats. We hebben de schat over de Sloedam. En dan op 1 november de landing daar verderop bij Vlissingen. En ook op 1 november, maar veel later op de dag, vond hier de landing plaats op Westkapelle. Nou, en waar ze in Vlissingen onder dekking van de nacht en de vroege ochtend aan wal gingen, kwamen ze hier op klaarlichte dag. Vanuit Oostende overgevaren. En dit is heel uniek. Het was een frontale aanval op de Atlantikwal. Alleen bij Normandië, op D-Day, heeft dit ook plaatsgevonden. Nou, één verschil is nog wel met D-Day in Normandië. In Normandië waren namelijk alle kustbatterijen uitgeschakeld. En hier waren ze allemaal nog effectief. We alle wisten dat het verloren is. Ganz egal wie man kämpft, wie viel ihr Leben geben, es hilft nichts mehr. Es hilft nichts mehr. En ik glaube, die Mehrheit der Menschen, Soldaten und auch Zivilisten, waren froh wie das Ende kam. Omdat de rest van het land allemaal onder water stond, moesten vervolgens diezelfde commando's door de duinen heen één voor één die kustbatterijen uitschakelen in de richting van Vlissingen. Want die kustbatterij, daar ging het om. De laatste blokkade voor de vrije vaart op Antwerpen waren die kustbatterijen. En daar hebben ze uiteindelijk 2 dagen over gedaan. Maar dan op 3 november bij Dishoek valt de laatste kustbatterij in handen van de geallieerden. En daarmee was de route naar Antwerpen was vrij. Die eilanders, die hebben ons gehasst. Daar was gar geen twijfel. Ook verständlich. Die wollten ons niet hier. We kwamen her om ze te bezwingen. Maar die hebben ons gehasst. En trotzdem, wie wir entlang den Dünen nach Vlissingen lauften, ab und zu kam jemand und hat eine Kanne mit Trinkwasser und hat uns, dass wir trinken konnten. Andere wieder haben Steine auf uns geworfen. Verständlich, verständlich. Als dan eindelijk begin november de laatste kustbatterijen op wal veroverd zijn, is dan eindelijk de weg naar Antwerpen vrij. Maar de hele Westerschelde ligt nog vol met mijnen. En er zijn bijna 100 mijnenvegers die 16 keer de Westerschelde op en neer varen om een paar vaargeulen vrij te maken. En er worden bijna 300 mijnen gevonden. En dan eindelijk
Na 85 dagen komt op 28 november het eerste konvooi Antwerpen binnen. Het vaart zo vanuit de Westerschelde binnen. Er staan allerlei hoogwaardigheidsbekleders op de kade. Maar niemand van het eerste Canadese leger. Het leger onder wiens verantwoordelijkheid die Westerschelde is vrijgemaakt. Dat geeft aan hoe eigenlijk de Canadezen iedere keer zijn genegeerd. It was a ceremonial occasion. And somebody had forgotten to invite the Canadians to the party. But a great port was open. And a great supply problem was solved. Maar waarom zijn die Canadezen dan niet uitgenodigd? Ja, dat is uitermate merkwaardig. Zij hadden hier de zware strijd geleverd. En als dan eigenlijk de overwinning hier bijna wordt gevierd, ja, dan zijn ze vergeten. De Canadezen noemden zichzelf ook de Cinderella Army. Het leger van assenpoester. Die doet al het vieze, vuile werk. Maar als dan het bal is, dan word je niet uitgenodigd. Is later die erkenning nog wel gekomen? Nou, wat mij betreft veel te weinig. Maar het is nooit te laat, hè? Je ziet natuurlijk wel dat de Canadezen echt in Nederland worden gezien als de grote bevrijders. Want ze hebben natuurlijk andere stukken van Nederland wel bevrijd. Maar ze voelden zichzelf altijd een leger op de flank. En niet naar het hart van Duitsland, maar op de flank. En dat betreft zouden we wel veel meer waardering kunnen hebben voor al die enorme inzet die al die Canadese jongens, hè, die ook maar over zee werden gestuurd, allemaal hebben gedaan hier. Arnhem Market Garden is een blunder geweest. Maar blunders worden niet gauw breed uitgesmeerd. Men gaat dan voort naar de Rijn en naar Duitsland. En dan is er de overwinning. Maar het is ten koste in Nederland, ten koste van bijvoorbeeld de hongerwinter geweest. Dat de slag om de Schelde gewoed heeft, misschien erger dan nodig. Het is een gevaarlijke piste, de if history. Maar het zijn toch dingen, als u dit leest, die ongetwijfeld de kop opsteken van had het niet anders gekund bij een betere samenwerking tussen Britten en Amerikanen. Mensen hebben er verschrikkelijk onder geleden onder de Slag om de Schelde. De burgers, ook de soldaten, hoor, ook de geallieerden. En ook de Duitse soldaten hebben ook vreselijk geleden. En heel veel slachtoffers. He, er zijn iets van 10.000 slachtoffers als je alles optelt. Dus ook mensen die hun huizen kwijt zijn geraakt en gewonden, et cetera. Maar er zijn natuurlijk ook 1599 Nederlanders, gewoon burgers bij omgekomen. En als dan alleen maar wordt gezegd, op de nationale tv, van het zuiden was al bevrijd, dan doe je die mensen geen recht. Dan doe je ook de geschiedenis geen recht. Dus het is niet alleen om de mensenrechten te doen, het is ook om de geschiedenis recht te doen. Je wil gewoon dat het goed de geschiedenis ingaat. Ook om die mensen te respecteren die het mee hebben gemaakt.